dat is een vrolijke boel in het toneelstuk. Wat een gezelligheid. Ik ben ook een beetje vrolijk, want ik ben bij Maria Heij. Goedemiddag, Maria. Goedemiddag. Maria is celliste en speelt dus op een cello. Hey Maria, er is een feestje aan de gang. Kun je even een vrolijk deuntje voor ons spelen? Uiteraard. Leuk! Zie je wel? Hey, met zo'n instrument kun je natuurlijk allerlei emoties laten horen. Als je nou heel bedroefd bent, hoe klinkt dat? Stop maar. Ik vind, daar word ik zelfs helemaal bedroefd van. Hey, en als je nou boos bent? Jeetje, hij klinkt bijna net als mijn vader als ik wel eens een koekje jatte uit de koekjestrommel. Hey Maria, als je nou zo'n emotie speelt, bijvoorbeeld zo'n bedroefde emotie, word je dan zelf ook bedroefd? Ja, soms wel. Soms laat ik me helemaal meeslepen door zo'n melodie. Maar daar wordt de muziek wel mooier van, vind ik. En kun je er wel om doorspelen? Ja. Soms dan denk ik wel van, oh Maria, je moet wel opletten, maar ik kan wel altijd doorspelen, dat wel. Hey, laat toch eens een vrolijk stukje horen. Dan gaan we weer terug naar het toneelstuk, naar het feest.